Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de spiraal coloring boeken gaan uitproberen die ik bij de Action heb gekocht. Ik heb deze in een van mijn shoplogs laten zien en toen kwam er toch wel wat reactie dat jullie het leuk zouden vinden als ik deze boeken zou uitproberen. Ik ga je uiteraard wat meer vertellen over deze boeken en we gaan dus kijken of dat spiraal tekenen te doen is en of dat het, ja, wat voor moeilijkheidsgraad het heeft en of het dus een beetje lukt. Het is voor mij ook de eerste keer, ik heb het nog nooit geprobeerd. Dus we gaan gewoon kijken of dat lukt en wat ik ervan vind. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze video, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik heb dus de spiraalblokken van de Action. Het schijnt dat je ook van een eigen tekening met een programmaatje op het internet een eigen spiraaltekening kunt maken. Dus stel je hebt een foto, zou je daar ook een spiraaltekening van kunnen maken. Bij de Action heb je drie varianten. Je hebt namelijk de variant met beroemdheden. Je hebt een variant met gebouwen. Je hebt een variant met dieren. Ik wil de dierenvariant gaan uitproberen. Deze spiraalblokken kosten 1,50 euro per stuk, of 1,49 euro eigenlijk moet ik zeggen. Er staat bij dat je dit kunt gebruiken met aquamarkers, coloring pencils en fineliners. Nou wil ik het allereerst gaan proberen met potlood, want als je fout gaat kun je het dan nog verbeteren en je kunt het later altijd nog met een fineliner overtrekken. Er zitten 20 kleurplaten in zo'n boek. En aan de voorkant staat al een beetje, eigenlijk voorin staan al een beetje de platen vermeld, welke dieren erin zitten. Nou wil ik heel graag plaat 12 gaan doen, want dat is een poesje. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Er staat ook een voorbeeld, dat is wel fijn. Er zit een instructie in hoe je het kunt proberen. Zoals je ziet gaan hun direct al met een pen aan de gang, maar ik durf dat gewoon niet, omdat ik bang ben dat ik het dan gelijk verpruts. Dus ja, we gaan gewoon kijken of dat dit lukt. Zo'n plaat ziet er nu zo uit. Dus je kunt nog helemaal niet zien wat het gaat worden. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Dus ik ga jullie erbij zetten en we gaan kijken of dat dit lukt. Dus ja, laten we gewoon beginnen aan een spiraaltekening. Nou, het boek ligt klaar. Ik ga hem even openmaken. Hij is vrij dik. Plaat 12 zei ik al, dus ik wil deze gaan maken. Ik wil nog wel even goed naar het voorbeeld kijken. Zoals je ziet beginnen ze eigenlijk met de buitenste lijnen. En die dubbele moet je dus tussenin gaan. Nou, we gaan even nummer 12 opzoeken. Zo, dit is de plaat die ik wil gaan maken. Ik heb hier eventjes een gum en ook een setje met potloden, omdat ik het dus eerst met potlood wil doen, zodat ik nog kan gummen. Een scherp potloodje en dan ga ik gewoon beginnen hier aan de buitenste lijn, want je moet hier tussen gaan tekenen. Kijk, en ik ben een Pietje precies. Dus ik probeer hem een beetje langs die lijn te doen. Nou, volgens mij doe ik dat al niet helemaal goed als ik het zo bekijk. Oh, jawel, volgens mij toch wel. Nou ben ik niet zo heel erg goed in lijnen tekenen, dus het liefst zou ik dit nou ook nog weer met een... potloodje doen.
Want de lijntjes worden ook steeds kleiner. Ik heb toch het idee dat het niet helemaal goed gaat, eerlijk gezegd. Ja, toch, ze laten die dunne lijnen laten ze open. En het echt in die dikke lijnen moet je de tekening maken. Het is wel moeilijker dan ik had verwacht, jongens. Ik vraag me af of hier echt daadwerkelijk een tekening uit gaat komen. Ik snap er nog niet zo heel veel van, maar we gaan gewoon door. Ik snap wel dat dit echt meer voor volwassenen is, want het is wel echt niet heel makkelijk. Je moet ook echt heel goed kijken, want de lijntjes lopen ook niet heel makkelijk door. Het valt best wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Nou, ik vind de randen al best wel moeilijk. Misschien moet ik een beetje ook in het midden gaan proberen, dat het misschien toch makkelijker is. Want hier kan ik net wat makkelijker tussendoor. Ik vind het heel erg moeilijk om de lijnen te volgen. Ik vraag me echt af of hier een tekening uit gaat komen, heel eerlijk gezegd. Ik geloof nooit dat ik hier een diertje in ga zien, jongens. Ik zal je iets zo neerzetten, zodat je kan zien wat ik misschien iets beter doe. Maar je hebt wel heel veel oefening nodig.
Nou, hier komt toch nooit een dier uit. Ik zie het niet. Dat staan als je dit nou gelijk met pen gaat doen, dan kun je gewoon helemaal niet meer terug. Volgens mij doe ik het echt totaal niet goed. Nou, ik ga hier zeer zeker geen diertje in zien. Ik vind het ook moeilijk, want ik kan zelf dus heel slecht rechte lijnen zetten. Ik heb hier gewoon geen vaste hand voor. Wat is dit moeilijk? De lijnen lopen ook niet echt lekker, dus je kunt er ook niet echt lekker makkelijk tussendoor gaan. Kijk, dan wordt hij weer heel smal. Nou,
Ik ga je van alles vertellen, maar ik ga hier geen dier uit krijgen. Nou, zoals jullie zien heb ik hem nu helemaal rondgetekend, maar ik heb het zeer zeker niet goed gedaan, want niemand ziet hier een dier in. Je ziet hier gewoon totaal geen dier in, dus ik doe iets niet goed. Ik weet niet hoe ik het beter kan doen. Ik denk dat ik nog heel erg goed moet oefenen in ieder geval, want het is gewoon een tekening, maar niet wat het resultaat moet zijn. Dus dat is wel een beetje jammer. Nou, dit is dan het grote voordeel van het met potlood doen, want je kunt hem dus compleet uitgummen. Dus ik heb hem helemaal uitgegumd, dus je hebt nu eigenlijk weer gewoon de tekening zoals die was. Dus dat is dan het grote voordeel als je het met potlood doet. Maar heel eerlijk is eerlijk, het valt echt gewoon best wel heel erg tegen. Je hebt er een hele vaste hand voor nodig. Ik merk dat ik best wel bibber. Je moet het heel strak kunnen doen. Het is niet zo dat ik het ga opgeven en het nooit meer ga proberen. Ik ga het zeker nog een keer proberen. Maar we kunnen gewoon wel concluderen dat de first impression van deze video totaal gefaald is. Want je zag dus totaal geen dier. Ja, ik hoop eigenlijk misschien nog wat meer inspiratie op te doen. Misschien dat er nog wat meer informatie over op internet staat. Ik kan ook niet zo heel erg veel, moet ik zeggen, met de instructie, want die ziet er eigenlijk best wel makkelijk uit en ik heb hem gevolgd zoals hij erin staat. Alleen het lukt me gewoon niet om een dier hiervan te krijgen. Ja, ik vind het super jammer. Ik baal er heel erg van dat het niet gelukt is, maar helaas, dat hoort er ook gewoon bij. Ik vind het nog steeds wel een heel erg leuk idee en ik denk als het lukt en als je het eenmaal onder de knie hebt, dat het gewoon super leuk is om te doen. Maar het is gewoon wel heel moeilijk en het is echt wel eventjes, het heeft gewoon wat oefening nodig. En ik denk oefening baart kunst. Ik denk hoe vaker je dit zou doen dat je er misschien veel beter in wordt. Maar voor nu is het in ieder geval compleet mislukt. Ja, ik kan er gewoon niet meer van maken tot nu toe. Nogmaals, ik had jullie heel graag een mooie tekening willen laten zien. Maar zoals je kan zien, ook ik ben niet gelijk goed in allerlei dingen zoals het spiraal tekenen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al deze boeken hebben aangeschaft. En of jullie er misschien al mee begonnen zijn. En dat jullie er misschien wel goed voor zijn. Misschien heb je nog tips voor mij hoe ik het beter kan doen. En misschien had je het boek nog helemaal niet aangeschaft. En ja, ben ik wel benieuwd of dat je naar aanleiding van deze video zegt, ik zou het wel willen proberen of ik zou hem compleet schrappen. Kan ik me ook heel goed voorstellen, want het is echt wel heel erg moeilijk. Ik hoop in ieder geval dat je het toch leuk vond om te zien hoe ik dit boek heb uitgetest. Ondanks dat het compleet is mislukt. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval toch heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!